Working out loud. Het woord popte voor het eerst op in 2010 en nam toen een wereldwijde vlucht in 2015 met de publicatie van het gelijknamige boek Working Out Loud, geschreven door John Stepper. Ik vind zelf de term Working Out Loud niet zo duidelijk. Showing and sharing your work vind ik veel duidelijker, want dat is uiteindelijk waar het over gaat. Het gaat over kennisdeling. Kennisdeling, hoor ik u zeggen. Wat is daar nu zo nieuw aan? Wel, eerst en vooral gaat het over online kennisdeling. Bijvoorbeeld via groepen op Facebook of op interne social technologies, zoals bijvoorbeeld Yammer en Jive. Dus de schaal waarop de kennis gedeeld wordt, is veel groter. Ten tweede gaat het over kennisdeling die gebeurt op een hele systematische manier. Op het einde van elke dag vraag je je af wat je geleerd hebt, wat je nieuwe ideeën zijn, welke nieuwe inzichten je gekregen hebt en je deelt die online. Bovendien is het niet alleen een hele systematische manier van kennisdeling, maar ook een die op een hele proactieve manier gebeurt. Je deelt niet zomaar je kennis omdat je een antwoord geeft op een vraag die je gekregen hebt. Je deelt je kennis als het ware op voorhand, omdat je ervan uitgaat dat jouw inzichten ook nuttig zijn voor andere mensen in jouw community. Dus met andere woorden, het gaat over online kennisdeling. Het gebeurt op een hele systematische manier en het gebeurt ook op een hele proactieve manier. Isabel, dit is echt iets waar wij geen tijd voor hebben, is een van de vaak gehoorde argumenten tegen showing and sharing your work. En bovendien hoor ik ook vaak, dat is echt iets alleen maar voor de narcisten en de stoefers en de extraverte mensen onder ons. Ik zie alvast drie goede redenen om te doen aan sharing and showing your work. De eerste is de volgende. Door dit te doen, door je kennis systematisch en heel proactief online te delen, bouw je een heel krachtig netwerk uit. En in dat netwerk zitten mensen die heel inspirerend zijn, die heel intelligent zijn, van wie je veel kan leren. Dus je groeit als professional. Ten tweede, sharing and showing your work gaat niet alleen over het delen van werk dat al af is, maar gaat ook over het delen van werk dat nog niet helemaal af is. Sharing work in progress. Met andere woorden, je gaat dan snel feedback krijgen van je netwerk. Dus jij wint aan snelheid en jouw werk wint aan kwaliteit. En ten derde, en dat is eigenlijk heel sterk, showing and sharing your work start met zelfreflectie. Je gaat meer nadenken over jouw tijdbesteding, over datgene waar je goed in bent, over je toegevoegde waarde voor de organisatie, maar ook over de talenten die relevant zijn, of die belangrijk zijn om relevant te blijven in de organisatie, in een organisatie op lange termijn. En het leidt uiteindelijk tot meer zelfleiderschap. Sharing and showing your work is dus veel meer dan alleen maar kennisdeling. Het is eigenlijk een hele nieuwe manier van leren en van werken. Wil je daarmee concreet aan de slag gaan, dan kan je natuurlijk de boeken lezen Working Out Loud van John Stepper. Een heel leuk boekje is ook Show Your Work van Austin Kleon. Een ander heel interessant werk is van Jane Bozat, Show Your Work. En natuurlijk ook Social Technologies, een boek dat ik zelf schreef samen met 14 andere mensen. Of je kan me natuurlijk inhuren voor een workshop via kleurenopleidingen. Veel succes ermee!